Met man en macht rukte de brandweer gisteravond uit. Niet voor een brand of een ramp, maar om mee te doen in een speelfilm. We gaan hier zo meteen een scène opnemen voor de speelfilm Reporter. En in de scène wordt een lijk uit het water gehaald. En de hoofdpersoon van de film, gespeeld door Albert Secuur, die maakt daar foto's van. Het is een soort 1-in-2 journalist, zeg maar. Maar eerst moet het lijk het water in. De brandweerlieden spelen zelf ook mee in de film. Ja, het is wel bijzonder natuurlijk, doe je ook niet alle dagen, maar het is hartstikke leuk. Ja. En wat is precies je rol? Wat ga je precies doen? Nou ja, vandaag ben ik ingezet als de duikster. Dus we moeten een slachtoffer bergen uit het water, zeg maar. Dat is nu, de scène nu. En dan komt het hoofdpersonage Frits aanrijden. Frits is een beetje een Groninger, een eenzame Groninger man. En ja, wat zijn grootste passie is eigenlijk hulpverleningsmateriaal. En daarom is de medewerking van de brandweer essentieel. Zeker essentieel, ja. Toen we besloten om de film te gaan doen, was de eerste stap om de brandweer te benaderen. Want zonder brandweer had het gewoon niet gekund. Omdat scènes met brandweer, waarbij ongevallen in scène worden gezet onder andere, maken een groot deel van het script uit. Dus als we die medewerking niet hadden gekregen, dan had de film in ieder geval niet op dit moment gemaakt kunnen worden. Ja, ik heb al heel veel toffe scènes gehad. Waaronder dat ik zelf in de brandweerwagen meerijd als bevelvoerder. Dus dat was heel erg tof, met gillende sirenes. En vanavond laat gaan we nog een uitslaande brand gaan filmen. Dus dat is ook, daar kijk ik wel naar uit. En nu heb je je duikpak aan, straks bij de première in een mooie jurk over de rode loper. Ja, daar hebben we het wel steeds over. Dat leek ons wel erg grappig, maar waarschijnlijk niet. Maar nee, leuk. Ja. En dan staat de scène er alweer op. Tot vreugde van het lijk. Ik ga douchen. Lekker.